klimaatdemonstranten hebben vanochtend in alle vroegte een drukke weg in het centrum van Amsterdam geblokkeerd. En ze bleven daar de hele dag zitten. Ja, die demonstranten maken deel uit van de actiegroep Extinction Rebellion. Ze eisen dat overheden meer doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Niet alleen in Amsterdam, ook in onder meer Londen, Madrid, Berlijn, Wenen en Sydney gingen demonstranten de straat op. Het is het begin van een actieperiode die 2 weken gaat duren. We are unstoppable, another world is possible. Ze nemen het kruispunt in als de meeste Amsterdammers nog liggen te slapen. De blokkade is een volgende, extremere stap in de klimaatprotesten. Keer op keer komt de overheid zijn afspraken niet na en wij willen dat de overheid nu daarna gaat handelen. De politie is goed voorbereid en ook massaal aanwezig. Maar hard ingrijpen, dat doen ze niet. Af en toe plukken agenten iemand los. Het zou sneller kunnen gaan, maar we hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Waarom? Nou, enerzijds wil je natuurlijk ook het demonstratierecht faciliteren en beschermen. Anderzijds moet het stadse leven niet te lang worden stilgelegd. Bent u niet een beetje bang dat u de sympathie van het publiek kwijtraakt door zo de ochtendspits dwars te zitten? Helemaal niet. Dit is blijkbaar nodig. De disruptie die we nu op gang brengen is niks in verhouding met de disruptie die we over een aantal jaar gaan meemaken als we de opwarming niet stoppen. De blokkade heeft een flinke impact op de stad. Want al sinds vanochtend vroeg komt er geen fietser, automobilist of voetganger meer door. En daarmee hebben de demonstranten al meteen een heel belangrijk doel gehaald, namelijk heel veel aandacht voor hun zaak. En daarmee hopen ze dat de boodschap aankomt op het Binnenhof. Ten eerste moeten ze de waarheid gaan vertellen. Wat is echt het gevolg van klimaatverandering? Wat zal er gebeuren? Hongersnoden, overstromingen, dat soort dingen. Vertel de waarheid. Daarna ga er naar handelen. CO2 naar nul in 2025. Aan het eind van de middag begint de politie met het openbreken van de blokkade. Pas dan worden grotere groepen actievoerders afgevoerd. We gaan naar verslaggever Sander Pauwers, die is in Amsterdam. Sander, hoe is het daar nu? Ja, echt. Zojuist zijn de laatste demonstranten van deze plek verwijderd, waar nu wordt opgeruimd. Om 7 uur begon de politie met een nieuwe actie. Want de actie van vandaag om de demonstratie te beëindigen verliep in fase. Je zag het net al een beetje gebeuren, in het filmpje gebeuren. Ze hebben steeds kleine groepjes in de bus gezet, 10 kilometer verderop gebracht op een afgelegen gebied. En vervolgens weer nieuwe bussen gestuurd, nieuwe demonstranten erin. In het begin zijn er nog veel aanhoudingen verricht. 90 mensen zijn er aangehouden, 20 daarvan hebben een boete gekregen. De rest is alleen maar verplaatst. Dat hebben ze met het laatste groepje gedaan. Die zijn met de bereden politie verspreid eigenlijk over de rest van de Stadhouderskade en de andere delen van Amsterdam. En daarmee is een einde gekomen aan iets wat toch heel lang heeft geduurd. En de politie vertelde me zojuist dat als dit morgen en overmorgen weer zo gaat gebeuren, dat ze dan hetzelfde gaan doen. Ja, wat denk je, Sander? Kunnen we meer van dit soort demonstraties verwachten? Ja, ik heb begrepen dat die demonstranten, dat Extinction Rebellion, in overleg is. Wat ze nu gaan doen. Gaan ze dit op dezelfde manier aanpakken? En is dat dan slim? En is dat dan wat ze willen bereiken? Nou, vandaag hebben ze heel veel bereikt. En niet iedereen heeft zich laten oppakken. Er zijn er ook die op het laatste moment opstonden, weggingen. Daarom hebben ze hier dus een nieuwe actie kunnen houden. Terwijl die daar verderop al was beëindigd. Maar nu, ja, het is een beetje druk hier met de schoonmaakploegen. Wat er gaat gebeuren is dat als het op deze manier weer gaat, zo geweldloos, heeft de politie gezegd, dan gaan wij weer op dezelfde manier aanpakken. Langzaam, maar wel duidelijk. Ze gaan weg, alleen ze nemen dus de tijd. Ik weet alleen niet hoe lang burgemeester Halsema dit kan volhouden, want het kost natuurlijk heel veel geld. Dankjewel. Extinction Rebellion. Die groep heeft zich binnen een mum van tijd verspreid over 20 landen, terwijl ze een jaar geleden nog niet eens bestonden. Wie is deze groep en wat verklaart hun succes? Londen, oktober vorig jaar. Een groep klimaatactivisten onder de naam Extinction Rebellion blokkeert een rotonde in de Britse hoofdstad. Ze willen, eisen aandacht voor het klimaat. This planet and its wildlife can no longer be ignored. De beweging waait al snel uit over de hele wereld. Alleen vandaag al zijn er demonstraties in Berlijn, Londen, Australië, Nieuw-Zeeland en veel andere plekken. In Nederland demonstreert Extinction Rebellion eerder ook al, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. En in april dit jaar beklad de actiegroep het hoofdkantoor van Shell.
Volgens de groep een van de grootste vervuilers van het klimaat. Extinction Rebellion begint als een verzameling studenten. Maar overal ter wereld sluiten steeds meer ouderen en beroepsactivisten zich aan. Ook zij maken zich grote zorgen. And we in the human population are being taught that this is the way of life. It isn't. It's a way of death. Volgens eigen zeggen zijn er nu 200 afdelingen in 20 landen. Ze noemen zich niet één grote organisatie, maar je ziet nu dat er eigenlijk over de hele wereld een soort van satellietjes zijn die zich ook onder die naam vestigen. In die zin zijn ze ontzettend effectief. Met een relatief klein groepje activisten bereiken ze toch constant weer alle kanalen waar hun boodschap terechtkomt. Extinction Rebellion wordt gefinancierd met giften. Onder meer van Amerikaanse en Britse acteurs en andere miljonairs. De leden zijn bereid zich te laten arresteren omdat ze alles over hebben voor de redding van het klimaat. Allereerst dan.